Hallo beste kijkers, tof dat we kijken naar deze video. In deze video gaan we de Ender-dragon bevechten. Deze kant op moeten we dan andere spelers ook vinden. En we gaan weer een nieuwe Ender-dragon spawnen. We moeten die dinges vernietigen. Voilà, dat is de eerste al. Daar nog. Oh, die is al gedaan. Oostijn die vliegt gewoon. Dat kan ook. Nu de Ender-dragon zelf nog. Ja, die gaat heel snel gaan. Oh, die draak. Hop. Hup. Hup. Ja. Jee, de draak verslaan. Screenshots. Oh ja, XP. Oh, we gaan er meteen nog een spawnen. Eigenlijk had ik ook bottles moeten meenemen. Ik ga wel heel snel... Ja, dat was hem. Rip. Volgende Ender-dragon. Deze keer hoop ik dat ik wat XP kan krijgen. Ja, XP is niet zo heel erg nodig. Dit was het zeker, het signaal. En daar waren ze allemaal zeker. Nu die draak vinden. Daar is die. Het is de eerste keer dat ik echt zoveel Ender-dragons achter elkaar bevecht. Ik val hier gewoon niet in het grond. Ja, dat was weer de volgende draak. Hoeveel portaal hebben we al? Ja, daar komt al de volgende draak. Dit is echt een Ender-dragon aflevering. De ene Ender-dragon naar de andere. Thank you.
draken die heb ik al verslagen in deze aflevering. Ik heb echt geen idee, ik ben het al kwijt. Misschien kunnen jullie daarbij houden. Laat het dan even weten in de reacties. De laatste. Oké, voor de laatste wil ik wel even een spannend muziekje. Ik ging met iets van heel 40 gouden wortels de end in. Ik heb er nu nog maar 12 over. Ja, weer Enderman. Ik hoop dat ze in een van de nieuwe updates, na 1.17, dat ze iets gaan doen met de end. De end mag wel een update voor mij hebben. Oh. Daar heb ik me even gered met Enderpol. Dat zou heel erg jammer zijn dat ik net bij de laatste dood ga. Rip, draak. Daar waren ze allemaal. Ik ga misschien weer naar zo'n portaal zoeken en erin gaan. Welke neem ik? Ik neem die daar wel. Maar ik ga gewoon het pad al aanleggen naar die portaal. Ik ga even naar spawn kijken, daar is weer wat veranderd. Oh ja, hier was mijn beginnersbasis. Hier ben ik al een tijd niet meer geweest. Zijn hier nog allemaal blokken zo te zien? Ja, het vrijheidsbeeld is nieuw. Had Pieter gemaakt. Vrijheidsbeeld is echt goed gelukt. Even kijken. Ja, is niet verkeerd. We moeten nu wel zouden ook omgaan met de rockets, want ze zijn bijna op. Hier heb ik ook mijn TIE Fighter ergens gemaakt. Ja, hier, dat was al 3 maanden geleden of zo. Is weer wat veranderd. Heb ik wat verkocht? Nee. Er is ook een beacon shop. Hier kan ik beacons kopen. Is wel handig. Maar ik wil bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond ik deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Doei doei!